Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike op dit leuke YouTube kanaal. Onwijs leuk dat je weer kijkt. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes, klik op abonneren met eventueel een belletje natuurlijk. En dan blijf je op de hoogte elke maandagochtend om 11 uur als ik weer een nieuwe vlog post. Over natuurlijk verschillende onderwerpen, fysiotherapie, beweging, ontspanning, medical taping, dry needling, maar ook natuurlijk training, want ik geef ook trainingen. Personal trainingen en groepstrainingen. En dit keer ga ik het hebben over de foam roller. Een zachte of een harde? Nou, wat kun je ermee? Wat is het überhaupt? En wat doet het? Dat is heel erg belangrijk. Dus dat ga ik je nu eventjes uitleggen. Nou, er zijn dus twee foam rollers. Een zachte, kan je ook een klein beetje indeuken. En een harde. Dit is een hele harde. Echt met uitstekende delen. Die is echt voor mensen die het al vaker hebben gedaan. Als je niet zoveel hebt gedaan, begin dan gewoon lekker met een zachte. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, een foam roller kun je op verschillende manieren gebruiken. Het zorgt voornamelijk voor doorbloeding. Doorbloeding en doorstroming. In dat specifieke lichaamsdeel wat jij wilt doorbloeden en waar jij de foam roller gebruikt. Je kunt hem plaatsen in je rug, je onderrug. Dan kom je er een beetje op liggen. Je lift dus het bekken, een soort van shoulder bridge. En dan rol je over de rug heen. Vanuit de lendenwervels naar de borstwervels, lage rug, van achter naar voren, voor naar achteren. Een lichte massage van dus de onderrugspieren. Dat is dus eigenlijk voor de rug. Kan ook natuurlijk met de bovenrug, dan ga je er wat meer op liggen, op deze manier. En dan ga je van voor naar achteren, ook een beetje met een heupige lift, voor naar achteren, echt meer voor die bovenrug, heen en weer. Kunnen we ook helemaal mee pakken. Onder en naar boven toe. Maar het is lekker om een bepaald deel eventjes apart van elkaar te doen. Dat is lekkerder. Nou, wat ook kan is natuurlijk de kuiten. Dus je legt hem dan zo neer, op deze manier. Je steunt even op je armen. Je lift in dit geval ook een beetje het bekken. En je gaat van achter naar voren, over die kuit heen. Wil je nou op één bepaalde specifieke plek wat meer druk genereren, dan duw je dus ook gewoon wat harder, dat kan. Of je neemt een hardere, dat kan ook. En dan kun je even op die plek blijven. Je duwt echt je voet, je been actief omlaag op de foam roller. En dan kun je daar net even wat meer druk genereren. Maar de meeste mensen die vinden het ook heel erg lekker om gewoon heen en weer te gaan. Bouw het sowieso altijd op. Geldt ook voor de hamstring. Je doet het dus niet op gewrichten, hè? Ik laat echt spiergroepen zien. Je doet het dus niet op het kniegewricht, maar je doet het echt op spiergroepen. Dus kuiten, hamstring, etc. Ook bij deze ga je van voor naar achteren, over die hamstring heen. Is dit voor jou te soft? Je hamstrings kunnen sowieso wel wat meer aan. Dan pak je er wat hardere erbij. En dan ga je dus met de hardere van achter naar voren, op deze manier, voor naar achteren. Kan ook heel erg lekker zijn. Bovenbeen kan natuurlijk ook. Dan draai je jezelf even om en dan kom je eigenlijk erop liggen, op het bovenbeen. Het is lekker om één been tegelijk te doen. Niet dus op de knie, maar net even op het bovenbeen. Een soort plankhouding. En dan kun je dus van achter naar voren, over het bovenbeen heen, tot aan bekkenrand, heen en weer. Met dus de foam roller voor je bovenbeenspieren. Nou, dat is eigenlijk eventjes de uitleg over de foam roller. Hele mooie tool om wat meer doorbloeding en doorstroming te genereren. Ik gebruik een hele kleine foam roller natuurlijk ook wel eens in mijn behandelingen. Als een soort van trigger point. Nou is er niet bewezen dat dit trigger points oplost. Maar het is meer een doorbloedingsverhaal. Dus dat je wat meer doorbloeding, stimulering krijgt van dat specifieke spierlichaamsdeel. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Vond je dat? Doe een duim omhoog. En ik hoop je volgende week maandagochtend om 11 uur weer te zien bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike. Tot dan!